Hallo allemaal, ik zit hier in de auto met iemand die mij zeer dierbaar is. Het is... Joehoe! Van Houten Enterprise! Jouke van Houten. Eindelijk! Charlotte Bouwman, wat gaan we doen vandaag? We gaan naar misschien wel mijn favoriete kringloop, want ik kwam erachter dat jij daar nog niet was geweest. Ze hebben er leuke spullen. Het is niet zo ver van Amsterdam. Volgens mij is hier mijn stiefvader ergens geboren. In een van deze straatjes, ja. In deze huisjes. Nog een reden om hierheen te gaan. We gaan even zo shoppen. Gaan jullie gezellig mee, zou ik zeggen. Het leuke van met Jelka op stap zijn is, dus je denkt je gaat kringlopen. Je gaat eigenlijk heel veel brood kopen in een lekkere broodwinkel. Mond is vol. Het heet hier de Verskade in Zaandam. Altijd een avontuur, altijd een afslagje nemen, zeg ik altijd maar. Drie keer scheeps is ook recht. Jelka van Houten, hoe lang kennen we elkaar nu al? Sinds 99. Ik zie jou dus een beetje als de oorspronkelijke kringloopkoningin. Want ik weet niet hoe dat dan... Ja, dat komt ook omdat toen nog Zetres er was. Dus toen moest ik natuurlijk de hele tijd alleen maar shit vinden. Toen ik voor het eerst in jouw huis kwam, dat er dan zo'n vliegtuigstoel in de keuken stond. En dat zijn dan van die dingen, weet je, ik had gewoon een IKEA-stoel die ik van iemand had gekregen, derhands. Ja. En jij zat wel, terwijl je zat te koken, zaten je vrienden in een vliegtuigstoel. Dus hoe kwam je dan aan dat soort dingen? Ja, dat had ik dan op straat gevonden of zo. Dat er dan iemand die wij kenden een restaurant ging openen en dat je dan 2 minuten voor de opening nog van die antieke zeepdispensers had op te hangen. Die ik er wel weer af heb willen jatten toen het vervolgens weer uit het restaurant stapte. Ik dacht dat je dat gedaan had. Nee, had ik wel willen doen natuurlijk. Misschien waren ze er nog. Zullen we het nog een week keer later zo ging die jongen ontslagen van wie we dat hadden geopend of zo. En toen dachten we, ja fuck it, het ding gaat terug. Maar kunnen we nog steeds doen trouwens. Ik vind dat we even een keer moeten kijken of dat er nog hangt. We noemen geen namen. En waar kringloop jij zelf het liefst? Het liefst heel erg ver buiten de Randstad. In van die dorpen waarvan mensen denken, nou, daar vind je meestal wel de parels nog. Maar ook echt dat je denkt, oh my god, iemand wilde dit niet meer. 2000 meter struinplezier, jongens. Ja, ik dacht, ik neem je hiermee naartoe. Ik vind dit altijd geslaagd. En jij was hier nog nooit geweest. Nee, dat was nog nooit. Maar je moet wel bewaren voor op eigen houtje deel 2. Want Charlotte Bouwman zit ook lekker. Is mijn vaste kringloop searcher voor op eigen houtjes. Ja, want dat is nu te zien op Amazon en op Net5. Ja, wat een feest. Ik zie nu al leuke glas- en loodraampjes. Hier zijn de lampen. Het is heerlijk. Maar vind je dat tweedehands kussens, durf jij dat? Nee, maar je kan ze toch wassen? Ja, dat is waar. Lampjes, daar vind ik altijd, heb ik wel echt een fetish voor lampjes. Ik zeg altijd, je ziet het als je het ziet. Ja, dat is ook. Kijk, dit soort dingen, hier kan je ook best wel wat leuks van maken, weet je wel. Deze Stonehenge. Alleen, ik vind het dus altijd heel moeilijk om een kap bij iets te vinden. Nou, en dan moet je dus weer bij mijn vriendinnetje Buk zijn. Maar die doet dus dat kap en komen. Kijk. Dan kan je al je eigen stoffies brengen ook. Dus als je denkt, ik wil echt die persie, en dan maakt zij er een kap van. Ja. Dit vind ik ook heerlijk, doe met mijn oma denken, de bloemen. Hier moet je even doorheen kijken, snap je? Kan je dan wel een hele vette andere kap ommaken, waardoor het weer gelijk helemaal fancy wordt. Maar dit vind ik zielig. Kijk, dan is dit weer volgens mij. Oh, die kandelaar. Mooie, de kandelaar erachter. Hou het dan toch bij elkaar, want als je die piano niet wil. Vind ik zielig. Hij hoeft dan niet eerst gewoon geamputeerd te worden voordat hij naar de sloop mag. Dit vind ik nou ideale, dit wil ik eigenlijk. Dit moet ik hebben. Waarom moet je dit hebben? Ja, ik betegel tegenwoordig al die dingen. Oh. Die onderstelletjes zijn heel leuk. Kijk. Ja. Poets je op met zo'n grandpoets. Ik heb allemaal leuke tegeltjes over. Ik heb een paar leuke bijzettafeltjes. Weet je wat ik zo grappig vind? Heel veel mensen krijgen hier kortsluiting van. Maar bij jou zie ik vooral mogelijkheden. Ja, ik denk in mogelijkheden. Maar dit is een goed onderstel. Dus exact wat je zoekt. Want het past precies een tegeldikte in. Dus wat je dan moet doen is eigenlijk het plaatje hier aan de onderkant wel een soort van zien te fixen. En dit is dan wel lastig. Of je kan het op een heel dun plaatje en steekt iets uit. Dat is niet erg. Of je laat gewoon echt een stukje restmarmer snijden. Dan heb je een heel mooi marmer tafeltje. Maar neem je ze dan alle drie of zeg je doe maar één? Ik heb er eigenlijk geen zin in, want ik heb het net helemaal achter de rug deze fase. Maar het zijn wel net perfecte. Wat is je fase? De tafeltegelfase. Oh, kijk, het is een beetje zoals dit, maar dan daarop. Ja, warmer,
marmer of tegeltjes. Ik heb een hele leuke tegeltjes. Dus je doet het toch maar niet? Ik weet niet, ik denk er nog even over na. Maar ja, omdat ik gewoon net mijn huis heb opgeruimd. Die tapijtjes. Ja, ik weet niet waar, maar toch. Zou je hier dan een kussentje van maken of zo? Ik weet niet. Dat zijn van die dingen. Ja, en dit vind ik dus altijd zo leuk. Dat je zo kan doen. Zo. Dat er gewoon extra veel beeldjes op kunnen. Dit is een beetje die zeeman die je alles op die geborduurde schilderijtjes ziet. Nu zie je zijn onderkant en dan blijkt dat zijn arm eraf is gevallen. Deze neem ik mee. Dit. Die dikke kat. Ja, die dikke kat is fantastisch. Oh ja, jongens, er staan hier geen prijzen op. Dus je moet het gewoon vragen. En dan moet je gewoon even kijken wat is de prijs leuk bij elkaar. Nou, ik heb even een mandje gepakt terwijl jij ook naar het porselein gaat. Ja jongens, het is hier groot. Je ziet dat iemand dit altijd heel erg zuinig op is geweest. Snap je? Ja. En dan vind ik het altijd zo zielig als die dan zo staat. Omdat de kinderen dat dan niet wilden natuurlijk. Ja, leuk. Die zijn wel perfect voor mijn tegeltjes. Ja, want daar hebben we het ook nog niet eens over gehad. Jouw kunstwerkjes. We moeten echt voor de nieuwe Koningsdag, Char, moeten we echt een paar gaan maken. Ja. Nou, of de vintage markt. Kijk, dit is ook perfect, deze. Vind je het niet te donker? Een beetje somber. Het contrast. Ja, maar dan kan ik een mooie zwart-witte kan je hiermee doen. Snap je? Dan doe je hier een zwart-witte op. Ja, dat is, wat is dit? Wat is dit dan, hè? Dit is oud, maar wat is het? Dit ding. Dat is een kloerke pomp. Kloerke pomp? De boerinnen met een kloerke pomp gingen pompen om de kloerk nat te maken. Nou, wat een verhaal, joh. Wat een verhaal, mens. Ik heb dus wel eens zo'n klein ei, maar dit is dus de grote versie. Wat is het dan? Ja, daar doe je sieraden in, maar dan denk ik... Ja, dan heb je dus heel veel loze ruimte eigenlijk, maar goed. Je hebt een mooi bord. Dat is wel het nadeel met jouw winkelen, dat je al de schatten er al... Jij loopt net voor mij, dan heb ik de schatten, mis ik dan. De schatten. Die zijn leuk. Die zijn heel zwaar, deze. Hier neem ik er 4 van mee, als ze heel zijn. Dit is toch toevallig, Charlotte. Dit heb ik gehad en het is allemaal kapot gegaan. Was ik zo blij mee met die glazen. Nou. Ja, maar het is maar één. Het zit hier wel goed met het kristal. Zeg ik dat ik het lelijkste shot alle tijden maak. Rot glas. Maar wat doe je ermee, hè? Ja, snacks. Ik niet. Snacks. Voor feest en partijen. Ja, ik hou ervan. Ik vind het leuk. Dit is leuk, die ga ik meenemen. De vorm is leuk. Het zijn taartdingetjes of zo. 3, 4 dingetjes. 5, 6 ook nog. Dan moet je eigenlijk deze erbij nemen. Ja, gaan we doen. Ik vind dat toch moeilijk, want het is wel een hele leuk. Maar dan komt hij toch goed terecht. Ja, dat is waar. Kijk, hier ben ik dus ook altijd verliefd op. Dus die gaat ook mee. Jij verkoopt ook. Deze gaat ook mee. Ja, dat heb je dus hier altijd. Dit soort vondsten. Dat, wat ik echt zoek, zijn altijd sieradendoosjes. Maar ja. Wat? Oh, zout en peper. Waarom zou je zout en peper in zo'n ding doen? Hoe was het allemaal chique vrienden? Vandaag is het feest. Vandaag halen we de zout en peper uit de dozen. Kijk. Hele leuke racefiets. Kijk die kleur. Is toch leuk. Kan je zelf maken, kimchi? Lieve schat. XS in Kimchi's Dreams. Daar heeft ze iets te veel snackjes voor gegeten. Dat is niet erg. Dat mag er ook zijn, Sjoerd. Heb je nog een VS-speler? Nee, zou ik wel willen, want ik heb ook nog allemaal dingen op de filmacademie. Kijk, zo'n jong, zo'n klein meisje. En op de zolder staan dus nog allemaal stoelen. Heel veel stoelen. Maar moet je ook naar kijken, want ik heb laatst een hele leuke stoel, heb ik opnieuw bekleed. Maar ga je dan voor de oudere of voor de nieuwere? Ga je dan voor... Nee, ik ga dan voor niks wat hier staat, dat niet. Ook niet deze. Zoiets. Zo'n Golden Girl stoel. Is wel grappig. Dan moet je hem helemaal Ultimate Kitsch moet je lezen. Met 4 verschillende stoffen. De achterkant anders dan de voorkant en de stoel en dan het rokje anders. Maar wat kost dat bekleden dan? Want dat is natuurlijk ook iets waar mensen, ja... Wat heb ik hier gedaan? Ik zou heel graag zo'n schepenthema zou ik heel leuk vinden. Want ik heb zelfs ook die bootjes. Van de lijstje erom, hè? Dan moet je even bedenken. Ja, maar dat vind ik dus ook onhandig. Want vindt hij maar. Ja,
dan kan je altijd maken, baklijstjes. Wat zou de gedachte hierachter zijn? Dat je dus Noord-Koreaanse schietende vrouwtjes die aan het paletten zijn ophangt thuis. Ik ben blij dat jij ook van het principe bent, altijd nog even een dubbelcheck. Dubbelcheck, dubbelcheck. Ja. Oh, zag je mijn paniek in mijn ogen? Dubbelcheck. 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 Dit is spannend. Wat is dit? Ja, het is optisch bedoeld. Het is een halve kast van spiegel. Het is een spiegelpaleis is het. Kijk. Voor je. Oh, kijk, ik sta. Oh. Het is het spiegelpaleis. Dus als je hier je spulletjes inzet, dan kan je. Lijkt het heel breed. Oh, want kijk, hij is helemaal heel plat. Hij is door de helft. Maar hij lijkt heel groot. En ja? Dan kun je de achterkant ook zien van je spul. Dit zou ik nooit tweedehands kopen. Printer. Nog ten alleen. Oh, maar dat vind ik ook heel zielig, want dan weet je dus dat dit van oude mensen allemaal afkomt. Dus voor jou, voor mij is het een hele stapel geworden. Voor jou, je hebt het toch voor de tafeltjes gegaan. Ja. Nou ja, weet je, ik heb nog te veel tegels gewoon. Weet je wel. En dit is lekker vierkant, lekker makkelijk. Heb je een leuk tafeltje? Vond je het moeilijk om af te dingen of juist niet af te dingen? Ik heb het niet afgedongen. Vanaf het begin. Maar het was ook niet duur, toch? Nee, maar ik vond het ook moeilijk. Ik dacht alleen maar nee, laat maar. Wat heb je nu betaald? €25 voor die dingetjes? €25. Ja, het valt wel mee. Ik weet niet wat ik ermee ga doen, maar het wordt sowieso leuk. Zo, lieve mensen. Wat was de oogst, Charlotte Bouwman? Nou, ik heb best wel veel gekocht. Ik had eigenlijk even een shot van de tafel moeten maken. Dat doe ik nog even thuis. Vind ik leuk. Maar Jel, ik vond het heerlijk om te shoppen. Ik heb weer nieuwe creatieve inzichten gedaan. Ik heb ook weer creatieve. Ik heb iets. Op het eind zag ik iets van een judoband liggen. Toen dacht ik, het is eigenlijk best wel vet. Daar kan je ook iets mee. Weet ik dus niet, maar dat komt later ooit dan weer terug in mijn hoofd. Denk ik, oh wacht even, we doen een judoband. Zo werkt dat. Dus met een bijgehoudje gaat het dus op die manier. Maar hoe onthoud je dit dan? Heb je dan een boekje waarin je dat opschrijft? Nee, dit gaat gewoon in de kamer. Er is een kamertje in mijn hoofd. En dan gaan al dat soort dingen in. En dan is er altijd ergens een moment dat ik denk, wat zou ik daar nou van? Judoband! Maar lieve mensen, de Boeldaghallen in Koog en de Zaan. Ik blijf fan. Nou, ik blijf ook. Fan. Die mensen zijn leuk. De prijzen zijn heel schappelijk. Er staat volgens mij zijn dat ook nog best wel designachtige tafeltjes. Want als ik dan ergens bij zo'n vintage design ding kom, zegt dat nee, sorry, maar het is echt heel daarom. Dus je kan er nog een leuk deeltje scoren. Ja. We gaan naar huis. Jongens, dank voor het kijken. Ik zeg tot de volgende keer. En kijk ook allemaal naar Jelka op eigen houtje. Joujou. Op Amazon en net 5. En Charlotte Bouwman zit er gewoon weer lekker in. Aflevering 3 gaan de geruchten. We gaan het zien. Aflevering 3? Ja, volgens mij wel. Doei doei.